tekenseizoen is dit jaar vroeg begonnen. Wanneer een besmette teek je bijt, kun je de ziekte van Lyme oplopen. Vooral de aankomende maanden worden de teken nog actiever. Zo vertelt Lyme-onderzoeker Hedwig Vrijmoed van het Radboud UMC. Nou, het tekenseizoen, ja, het is altijd lastig om aan te geven wanneer dat precies van start gaat. Maar het lijkt erop dat het best vroeg in het jaar is begonnen, omdat we geen hele koude winter hebben gehad. En op dit moment zijn er inderdaad mensen die tekenbeten oplopen. De verwachting is dat dat aantal wel toeneemt in de komende weken. Zeker als het mooi weer is en mensen naar buiten gaan, dan is de kans op een tekenbeet groter. En zeker in de maanden juni, juli en augustus, als het warmer is, dan is de kans op een tekenbeet groot. En zie je dus ook het aantal gevallen van Lymeziekte toenemen. Nou, een tekenbeet kun je oplopen in het bos of in de duinen. En het is belangrijk om na een bezoek aan een bos of aan een duinen goed te controleren of je ergens een tekenbeet hebt op je lichaam. Het is goed om ook beschermende maatregelen te nemen, zoals lange broeken, lange mouwen, dichte schoenen. Maar dat betekent niet automatisch dat je beschermd bent, dus het is altijd goed om even te controleren. De eerste besmetting met de ziekte van Lyme kan inderdaad gepaard gaan met een griepachtig beeld. Dit kan ook samen met zo'n erythema migrans, zo'n rode kring. Als je een tekenbeet hebt gehad en je ontwikkelt daarna een griepachtig beeld terwijl het helemaal niet het seizoen is, dan is het wel slim om na te denken of dat misschien te maken kan hebben met de ziekte van Lyme. En als mensen daarmee naar de huisarts gaan en behandeld worden met een simpele antibioticumkuur, geneest dat over het algemeen heel goed. Soms merken mensen zo'n rode kring of vlek niet op, of ze krijgen hem niet. In die gevallen kan na verloop van tijd, dat kan op korte termijn, dat kan ook wat langer duren, kunnen wat uitgebreidere klachten ontstaan. Het zijn vaak wat ernstiger beelden, maar gelukkig wel veel zeldzamer. Nou, dit zijn veel uitgebreidere vormen van de ziekte van Lyme, die veel minder vaak voorkomen, maar die vaak wel wat uitgebreidere behandeling behoeven. We hebben een website, tekenradar.nl, dat is ook vanuit het RIVM. En daar kunnen mensen melden als ze een tekenbeet hebben of een erythema migrans, zo'n rode kring of een andere vorm van ziekte van Lyme. En aan de hand daarvan kunnen we dus ook zien hoe het seizoen is, hoeveel tekenbeten er zijn, hoeveel mensen een acute ziekte van Lyme hebben opgelopen.